Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van de Sims 4 te huur tot de duur challenge. Mijn naam is Amy. Mocht je me nog niet kennen, nog niet volgen, nog niet geabonneerd zijn, doe dat dan zeker, want dan ben jij op de hoogte voor wanneer ik weer upload. Ja, en zonder deze intro al te lang te maken, zou ik zeggen, laten we lekker beginnen. Ook in de vorige video hebben jullie weer hele goede dingen achtergelaten van hoe ik mijn video's nog beter kan maken, waarvoor dank. Ik heb er echt heel veel aan. Ik doe dit natuurlijk nog niet zo heel lang en ja, ik neem het echt heel graag mee en ik probeer erop te letten. Dus ik hoop dat jullie in deze video gelijk al resultaten van jullie feedback zien. Ik ga in ieder geval mijn best doen. En laten we dan nu echt lekker gaan beginnen, want ik heb er heel veel zin in. Oké, ik weet dat ik jullie in de community heb gevraagd of jullie de verbouwing van het appartementencomplex verwerkt in de vorige aflevering of als losse speedbeeld wilde en de meeste stemmen gingen naar de losse speedbeeld. De community, dat zie je als je geabonneerd bent op mijn kanaal. Dat zijn een soort berichtjes binnen YouTube. De meeste van jullie kozen voor de losse speedbeeld, maar zoals ik in de intro al zei, ben ik wat bestanden verloren geraakt, waaronder dus van de speedbeeld. Dus ik ga jullie gewoon even een tour geven van het nieuwe appartementencomplex. En nieuw is hij zeker, want hij ziet er echt 100 keer beter uit dan dat hij deed, al zeg ik het zelf. En ook van binnen is het een stuk luxer geworden, dus ik ga het gewoon even met jullie doornemen. Nou, sowieso als je nu voor het huis staat, dan heb je een gezellig plekje om te zitten en zelfs te barbecuen met je medehuisgenoten. En als je dan binnenkomt, heb je hier de brievenbussen. Overal ligt een mooie welkomstmat. Oh, die ligt scheef. Dat moet ik nog even aanpassen. En het eerste appartement, dat was al een beetje een sportief appartement. Zo had ik hem al een beetje ingericht. En daar ben ik op doorgegaan. Alleen is het een stuk moderner geworden. Ja, dit behang gebruik ik normaal gesproken nooit in deze kleuren. En nu was het een soort van inspiratie voor het gehele appartement. Of tenminste voor het woongedeelte. De keuken is wat luxer geworden en ook de slaapkamer. Ten eerste is daar nu plek voor twee personen in plaats van één. Het is gewoon even wat mooier ingericht. En ja, het is alsnog wel sportief. Dan ga je hier door de deur naar de douche. En dat zijn de enige plekken waar ik alleen de muren en de vloeren heb aangepast, maar niet de het sanitair, zeg maar. Want ik had geen geld meer. Dus dat is het volgende project om dat ook wat luxe te maken. Als we dan naar de tweede verdieping gaan, of de eerste dus eigenlijk, dan kom je eerst op een hele mooie gang met een gezellig plantje, maar ook met deze mooie muur. Dit hoort ook bij het tehuurpakket en het is echt, ik vind het zo mooi. En als je dan hier naar het tweede appartement gaat, dan kom je in een soort boho romantische vibe. De plafonds moet ik ook nog, had ik ook geen geld meer voor. Hé, waar is de bank? Oh, daar is die. Dat was raar. Ja, dit is gewoon echt een knus en gezellig appartement. Nou, wat is dit? Ja. Ook hier is de keuken geüpgraded. En waarom zijn steeds alle meubels weg? En ook hier is de douche nagenoeg hetzelfde gebleven. Verder geen luxer sanitair. Aan de andere kant van dit appartement is het derde appartement. En deze was al heel mooi, maar hij is echt heel nice geworden. Ik zou hier zelf heel graag willen wonen. Ik heb echt roze in overvloed gebruikt en het is gewoon heel cute, heel gezellig. Er is bij dit appartement het minst veranderd, omdat deze natuurlijk al wel er wat beter uitzag dan de andere appartementen. Maar alsnog is het er wel op vooruit gegaan en we kunnen hier nu twee Sims laten wonen in plaats van één. En deze douche ziet er echt wel heel leuk uit, maar ook hier zijn de apparaten of het sanitair nog steeds de meest goedkope. Nou, en dat is het eigenlijk. Daarom, hier is niet echt een hele speedbeeld voor nodig. Maar ja, de hamvraag is natuurlijk, is Bershka zwanger?
Dus laten we dat als allereerst gaan doen. Oh, ik ben zo benieuwd. Financieel zijn we hier ook totaal niet klaar voor. Want hoe gaan we een kind überhaupt een bed geven met 16 simoleons? Oh. Bershka is niet zwanger. Misschien is het de volgende keer raak. Oh, ik ben toch wel een beetje teleurgesteld stiekem. Zara moet ook heel nodig naar de wc. En ga daarna maar even het diner serveren. Bershka, ga jij maar even doorgaan met dit grote realistische schilderij. Want we moeten... Excuse you. Akito. Oeh, dat is geen verkeerde sim trouwens. Wat doet hij in onze container? Heel vreemd. Ja, ik wil ook nog even in de appartementen de apparaten upgraden of verbeteren. Want dan gaat je onderhoud omhoog. Oh, bij deze is het al bevredigend. Dus laat ik hier gewoon een sim in laten trekken. En dan doen we naar 7 dagen. En... Oeh, kijk. Deze wil 153 simoleons betalen. Dat is de max. Of 2 ouderen, maar die gaan dan waarschijnlijk eerder dood. Dus laat ik deze doen. 2 jongvolwassenen. En die gaan 153 simoleons. Nice. Oh, dat wordt een dik cashje, jongen. Ja, oké. En hoe is het onderhoud hier? Ja, hier is dus onder maat. Dus daar moet ik even langs om wat apparaten te upgraden. En ik snap niet dat de omgeving gebrekkig is, want daar heb ik zo erg mijn best op gedaan. Hier is het onderhoud ook ondermaats. Oké, dus in de andere appartementen moet ik echt nog even wat verbeteringen doorvoeren. Zara is lekker eten aan het koken. Wat is er aan de hand met jou? Amusement nodig. Dat kunnen we regelen. Misschien kun je straks samen met Bershka een film kijken. Dat is wel leuk. Wat zouden zij kijken? Diamanten zijn voor Sims of de gezusters Klunzel? Ik denk dat zij wel van diamanten houden. Dus als ze klaar is met koken, gaan ze samen een film kijken. Ze hebben nog 4 simoleons, dus dat schilderij is wel welkom. Oh, en iemand gaf nog als hele goede tip om schilderijen op Fopsy te zetten. Dat is een soort marktplaats, denk ik, in de Sims. Ik heb dat nog nooit gebruikt, dus ik ben wel heel nieuwsgierig eigenlijk. Dus dit schilderij ga ik daar zo meteen ook opzetten. Oh, Zara begint alvast met de film. Bershka komt er zo aan. Oh, Zara denkt, nou, als jij niet met mij mee gaat kijken, dan hoeft het van mij niet meer. Dat snap ik op zich wel. Maar dit schilderij moet echt even af, want we hebben echt geld nodig. Oké. Bershka is klaar met het schilderij. We kunnen er 1365 simoleons voor krijgen. Oh, we kunnen hem niet op Fopsy plaatsen, want daar hebben we niet eens genoeg geld voor. Oké, dan gaan we deze nog gewoon zo verkopen, want dan hebben we tenminste wat geld. En dan gaan we het volgende schilderij op Fopsy plaatsen. En dan gaan we ook samen nu een film kijken. Oh, Bershka is in haar eentje de film al aan het kijken. Zara voelt zich echt niet goed. Misschien moet zij gewoon even gaan joggen om haar hoofd leeg te maken. Dat ze daarna even lekker gaat douchen. En dan gewoon gaat slapen. Ze moet ook nog haar huiswerk maken, denk ik. Ja. Bershka heeft het schilderij verkocht. Laten we nog... Nee, laten we eerst langs het huis gaan. Hierboven. Oh nee, chips. Ik klik de verkeerde aan. No. Deze bedoel ik niet. Ik wil naar die andere. Oh, dit is onze nieuwe huurster. Nou, laten we ons dan toch maar even voorstellen. Oh, dit is echt een heel knap stel volgens mij, wat hier woont. Laten we even vriendelijk zijn. Dan maken we gelijk een goede indruk als huureigenaar. Oh, ze kunnen op zich wel goed met elkaar overweg. Maar we moeten zo wel even naar de andere huureenheid. Want dan kunnen we die ook volgooien en dan vangen we lekker veel geld. Oké, dus wat ik ga doen is deze verbeteren met een versterkte deur. En deze verbeteren met een sterke buitenlaag. En dan hoop ik dat het onderhoud
bevredigend is. Bershka begint wel een beetje moe te worden, maar dit moet even gebeuren. Het is voor het goede doel, geld. Verbetering voltooid. En dan doen we de wc ook maar... Oh, ze heeft handigheidsniveau 7. Dan kan ze als het goed is nog meer verbeteringen doen. Oké, even kijken hoe nu het onderhoud is. Nog steeds ondermaat. Dus ik denk dat we nog even de wc doen. En dan hoop ik dat het nu goed is. Nog steeds ondermaat. Meine Güte. Stevige kraan. Ze kan het nu wel veel sneller, dus dat scheelt. Oké, en nu? Bevredigend. Ja. Oké, nu kunnen we 153 simoleons vragen. Maar volgens mij konden we hiervoor ook al 153 simoleons vragen. Ik denk dat het meer te maken heeft met je beoordeling dan. Ik verander deze periode ook naar 7 dagen. Kijken of iemand zoveel wil betalen. Nee, niemand. 110, maar dat vind ik echt wel heel weinig hoor. Moet ik dan wachten tot morgen bijvoorbeeld? Ja, laat ik het maar doen. Want ik wil geen geld weggooien. Dat vind ik echt zonde. Bershka is toch moe. Dus ga maar gewoon lekker slapen. Zara, wat ben jij nou weer aan het doen? Zara is volgens mij veel te ver gelopen. Waar is zij helemaal? Wajo. Ze is helemaal naar de binnenstad gelopen. Ja, en ik denk dat we ook even moeten kijken hoe het met Denzel is. Want de liefde is aan. Maar de vriendschap, daar zit nog wel... Ja, dat kan nog wel wat beter. We hebben echt veel vijanden. Oeps, doordat we iedereen eruit zetten. Oh, Tantu. Oh. Ik wil ook ooit, als we echt veel geld hebben met Zara en Bershka, ook weer een grote villa bouwen en dan ook weer paarden. Want ja... Daar zijn ze toch mee opgegroeid. Dat hoort toch wel een beetje zo. Maar ja, eerst maar zorgen dat dit appartement 5 sterren heeft. Of dit complex eigenlijk. Ze slapen allebei. Zara moet bijna naar school. Die slaapt echt net. Zara, wakker worden. Je moet naar school. Oké. Bershka is ook wakker. Bershka gaat zo een schilderij maken, zodat we die op Fopsy kunnen verkopen. Kijken of er nu meer huur wordt betaald. Nee, nu is het zelfs nog minder. Oh dear. Ik wil hoe dan ook 153 simoleons. Of, nou ja, in ieder geval 140. Maar er is gewoon niemand die dat aanbiedt. Dus we gaan zo eerst wel even naar het andere appartement om daar ook wat verbeteringen door te voeren. Nadat we het schilderij hebben gemaakt. Oh, Zara wordt gebeld. Bij het beantwoorden van een vraag gebruikte Zara verboden woorden. De leraar was echt ontzet. Oh nee, maar toch straffen. Het zijn maar woorden. Ja, ik denk dat Bershka zou zeggen, joh, doe even kalm. Maar ja, dat krijg je ook als je de zus belt. Die vindt dat natuurlijk minder erg dan een ouder. Een kennis vertelde me hoe onaardig ze je vindt. Probeer wat aardiger te zijn. Als mensen je niet aardig meer vinden, is er vaak geen weg meer terug. Zurin, jij bent een stalker. Als er iemand onaardig is... Ik hoop dat dit een meesterwerk wordt. Oké, hij is af. Hij is niet heel veel waard, dus laten we hem op Fopsy zetten. En dan moeten we dus even onthouden dat hij 936 simoleons waard was. En dan ben ik benieuwd hoeveel we ervoor krijgen. We gaan nu naar het... andere appartement om daar ook nog even wat verbeteringen door te voeren. En dan kunnen we die ook vullen. En dan hoop ik dat mensen er wel iets meer voor willen betalen. We beginnen met de oven. Verbetering. Sterke buitenlaag. Ik wil vooral dat dingen niet zo snel meer stuk gaan. Want daar heeft Bershka natuurlijk het meest aan. Oh, ze heeft al handigheidsniveau 8. Nice. Die Bershka is echt on fire, jongen. Oké, kijken hoe het onderhoud nu is. Nog steeds ondermaat. Doet de wc nog even en dan moet het goed zijn. Denzel wil gezellig langskomen. Ja, tuurlijk. Oh, we moeten snel naar huis. Kijken of het nu goed is. Ja, bevredigend. Oké, leegstand vullen. Gaan we naar huis en dan is Denzel daar. Oh,
zo cute. Ik vind ook eigenlijk dat Bershka wel een tweepersoonsbed mag. Oh, of gaat hij nu naar dat andere appartement? Oh. Jammer. Ik denk dat het niet goed is gegaan. Laten we hier de leegstand vullen. Wow! We kunnen hier 166 zelfs vragen. Maar ook hier is er gewoon niemand die dat bijna wil betalen. Nou, dan gaat het niet door, mensen. Ik ben streng. En de container zit heel erg vol. Dus misschien moeten we straks ook even naar Deals duiken. Maar dat doen we wel nadat Denzel is geweest. Oh ja, hij was naar boven gegaan. Kom verder. Vraag om binnen te komen. Opfleuren. Kijk, het is gelijk weer goed. Er ligt te veel afval in deze afvalcontainer. Oké, we gaan een tweepersoonsbed kopen dan. Als dat past. Ik denk niet echt dat dat past, eerlijk gezegd. Of Sarah moet hierheen. Dat is ook wel een beetje zielig, hè? Ik denk dat we uiteindelijk dit... Oh. Dit appartement echt een stuk groter maken. Helemaal als er ooit een kindje op komst is. Zoals straks wellicht. Nadat Denzel en... Bershka de daad hebben gedaan. Kijk, dit is cute. Oh. Gelijk veel minder geld. Een kindje proberen te maken. Oh, maar Sarah is er. Sarah, ga jij maar even joggen anders. Energieke jog. Ja, ja, ga jij maar even lekker joggen, meid. Hier wil je niet bij zijn. En ze kan het ook wel gebruiken. Ja, ja, dit gaat goed. Dit gaat heel goed. Oh, ik ben zo benieuwd hoe hun kindje eruit zou zien. Oké, jongens, gaat het nog gebeuren? Of... Oh, hier gaat iets niet goed. Ongemakkelijk. Oh, ja. Nu lijkt het te gaan gebeuren. Oeh. Hoe is het eigenlijk met dat schilderij op Fopsy? Oh, ik heb nog een schilderij in mijn inventaris. Laat ik die dan ook op Fopsy zetten. Geen kopers. En ook nog geen biedingen. Oh, deze voetbal had ik eigenlijk in dat appartement gelegd, maar... Ik leg hem wel hier neer voor iedereen. Oh, Sarah is thuis, maar die gaat gelijk onder de douche, dus die heeft niks gezien. Dus dat is top. Maar Bershka wil zo natuurlijk wel even een zwangerschapstest doen. Oh, ze is heel boos. Terwijl ze net zo lekker gejokt heeft. Neem maar even een koude douche. Ga maar boos poepen. Even wat eten. Ja, ik denk dat we met... Oh, excuse you. Dat we met Sarah ook echt even wat meer leuke dingen moeten gaan doen. Heeft ze vrienden? Die tieners zijn? Allemaal volwassenen. Allemaal huurders ook, ex-huurders. Dat is wel jammer. Misschien moet ze even meer vrienden maken op school. Hier, ga maar samen met... Denzel... een film kijken. Dat is wel leuk. En daarna gaat Sarah lekker slapen. Maar ze moet wel ook nog haar huiswerk maken. Bershka ligt ondertussen... Oh ja, ze moet even een zwangerschapstest doen. Helemaal vergeten. Oh, dit is spannend. Dan kan ze het gelijk tegen Denzel vertellen. Dat is natuurlijk wel leuker dan de vorige keer. Zal het? Oh nee, niet weggaan! Ja? Ja? Ja! Bershka is zwanger! Waarom moet dan weer een vuilnisoverdosis zijn? Ik heb net het mooiste nieuws van mijn leven gekregen. Oh, ze heeft het gelijk tegen Denzel gezegd.
Denzel denkt natuurlijk, oh jee, want hij heeft bindingsangst. Oké, we moeten echt even iets aan het vuilnisoverdosis doen. Ga maar even naar Deals duiken, want dan kunnen we het afval weer wegbrengen. Eigenlijk zielig dat ze dan, net nadat ze weet dat ze zwanger is, gelijk in een afvalcontainer moet duiken. Maar ja, er moet geld verdiend worden. Oh, volgens mij hebben we al best wel wat gevonden. Denzel die denkt, wat de heck ben jij nou aan het doen? Oeh, hij ziet er wel echt goed uit hoor. Als je daar geen mooie kinderen van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Volgens mij hebben we echt al vet veel gevonden. Lijkt geen einde te komen aan die vuilnisbak. Ik snap het niet. Moet ik dan alsnog de afvalverwijdering bellen? Met Sarah gaat het best oké, alleen haar sociale behoefte is echt heel laag. Dat is wel zielig. Misschien moet je even weer wafels gaan maken. En zij krijgt nog geen plezier van koken, want ze houdt niet van koken. Beoordeling is gestegen. Oh, het is televisieserie première. Dat is leuk om samen te doen. Oké, Bershka gaat toch maar niet slapen. Oh, ze is heel boos. Waarom? Oh, Sarah moet naar school. Wow, ik ben echt helemaal in de war met de tijd. Oké, dan gaan we nadat Sarah naar school is geweest wel de televisiepremière samen kijken. Dat is leuk. En we kunnen ook even kijken wat Bershka nou allemaal binnen heeft gehaald. Ze heeft sowieso wat verf. Die schilderijen verkopen overigens nog niet echt. Die kunnen we verkopen. Die niet. En dan gaan we naar het echte geld. Dat is namelijk hier. We hebben een bankje voor 410 simoleons. Een stoel voor 380. Een tafeltje. Een kast. Een bad voor 2300. Nachtkastje. En een wc. Wauw. En ineens hebben we weer geld. En dat komt natuurlijk heel goed uit met die baby die eraan komt. Sarah, ga jij maar naar school. Maar weet je wat? Ga maar vrienden maken op school, want het gaat sociaal niet heel goed met je. Vrienden maken. Zo. Ze heeft zo goed haar best gedaan op school, dat kan wel. Sarah heeft op school Iris ontmoet, Sienna en Nikki. Nou. Oh, dan kan ze samen met hem misschien naar de tekening. Ik weet niet hoe dit werkt. Wacht. Oh jee, Toekomstcubus wil graag groot schilderij op Fopsy kopen. Stem je in met de verkoop? Voor hoeveel dan? 23,50 en we hadden maar... Hij was maar 936 waard. Tuurlijk gaan we daarmee in. Stemmen we daarmee in. Wow, ik kan gewoon niet meer praten erdoor. Oh, ik vergeet ook een beetje dat ik nog steeds 2 appartementen moet vullen. Nice! Oh, ze voelt zich niet zo goed door de zwangerschap. Dat snap ik wel. Ik moet even de leegstand gaan vullen. Wat is hier aan de hand? Harde geluiden, regel verbroken. Beboet. Boete op de post doen. Geen harde geluiden. Leegstand vullen. Ja, 143. Ze hebben 4 bedden nodig. Why? Why are you doing this to me? Oké, nou dat is geen optie. En deze? 100. Oké, misschien. Misschien moet ik deze toch maar doen. 122 simoleons. Want elke dag dat ik geen huur krijg is natuurlijk ook niet goed. Ik weet niet of dit slim is of juist niet. We doen het gewoon. En deze... Gaan we dan toch maar voor de 113? Dus iemand met 3 katten. Nee. In dat appartement heb ik geen plek voor katten. Dus we moeten toch echt even wachten. Wat is dit? Oh, gefopsied. Grappig. Ik denk dat ze het beste maar verder gaan kan met de schilderij. Zodat we die ook weer op Fopsy kunnen verkopen. Ja, en van dit geld kunnen we wel een babykamertje erbij maken. Ik wil eigenlijk uiteindelijk ook weg uit dit appartementencomplex. En echt een huis bouwen voor Sarah en Bershka. En dan maken we hier ook gewoon een appartement van. Maar dan moet het... Eeuw, kotste ze nou? Oh, jouw poging om compensatie te krijgen voor het overtreden van de harde geluidenregel is mislukt. De beoordeling van je huureenheid is daardoor gekelderd. Nou, dat zullen we nog wel eens zien, want ik ga al even langs. Hier ben ik het niet mee eens. Moet Sarah klasgenootje Sienna uitnodigen? Ja, leuk!
Wie is Sienna ook alweer? Welke was dat? Oh, zij. Oké. Oh, wat gezellig. Oh, maar Zara is wel heel moe. Misschien... Oh, dan kunnen ze samen de televisiepremière kijken. Premier Peaches the New Orange bekijken. Maar kan ze dat niet met Sienna en met Bershka bekijken? Sienna heeft zo te zien heel veel fantasie. Maar Zara vindt het alleen maar leuk. Ah, oh, ze moet lachen om Sienna. Maar Sienna is heel verdrietig. Oh. Zara, ik heb niet echt het idee dat je de televisiepremière aan het kijken bent, maar oké. Okay. Bershka is ondertussen een wit schilderij aan het schilderen, of hij doet het niet helemaal goed. Het is een soort glitch of zo. Oké, okay, ga maar even naar de wc en ga jij dan maar mee ook even de première kijken. Want je hebt hem ook nog niet gezien. Zara ligt te slapen terwijl ze visite heeft. Sienna die denkt, ik had hier toch wat anders van verwacht. En terecht. Oh, en Zara heeft nu de televisiepremière ook niet gezien. Hier, Sienna zit er ook gezellig bij. Aww. Oeh, Zara heeft heel erg last van acne. Maar even zo gezichtsreiniger aanbrengen en dan lekker slapen. Wat is er aan de hand? Hachelijke huurders. Oh ja, is ook zo. Daar moeten we nog wat aan doen. Moeten ze er gewoon uitkikken gelijk? Maar ja, dan wordt onze beoordeling ook niet veel beter. Kunnen we iets op de deur doen? Ik denk dat we gewoon echt bij ze langs moeten. Ik heb echt heel veel zin om de babykamer te maken. Maar ik wacht nog even totdat we iets meer geld hebben. Zodat we het hele appartement wat mooier kunnen maken. Deze zetten we ook op Fopsy. En dan gaan we wel gewoon langs. En dan gaan we wel eens kijken of ze die boete niet willen betalen. Hè? Don't make a pregnant woman mad. Op deur kloppen. En boete uitvoeren. Betalen zullen jullie. Oh, kijk. Nu betaalt ze wel, hè? Goed zo. Oké, nu nog even de interesses bespreken. En even poetsen. Om het soort van weer goed te maken. Oh, Bershka denkt gelijk. Ik vind het hier wel heel gezellig. Ik ga er gewoon bij zitten. Zo, ze heeft even schoongemaakt. En nu gaat ze weer naar huis. Oh, hier. Nu doet het... Wow, yo! Dat schilderij is ziek veel waard. Oh, dan moet ik die ook op Fopsy plaatsen, denk ik. 4700 moeten we even onthouden. Het enige nadeel is dat het wel een tijdje duurt voordat het zover is. Dat die echt verkocht is, zeg maar. Maar goed. Ze gaat even kliekjes pakken en dan gaat ze slapen. Zara is aan het huilen. Zara, ga maar even douchen. En ga dan maar slapen. Bershka is in haar tweede trimester. Dus dat begint al aardig op te schieten. Laten we wel even kijken of we inmiddels hier betere huurders kunnen fixen. 132. Oh, dat... Met twee baby's. Maar er is geen plek voor die baby's. Ja, dat kan dus niet, want dan... Zodra die kinderen peuters worden, dan gaat mijn beoordeling omlaag omdat de voorzieningen niet goed zijn. Ja, nee, dat is ook weer geen optie. Bershka wil heel graag goede vrienden worden met een huurder. En een 5-sterren beoordeling. Dat wordt nog een uitdaging. Zara is ook wakker, die moet heel nodig naar de wc. En daarna gaat ze even een lekker ontbijtje serveren. Pannenkoeken. En ze heeft haar huiswerk niet gedaan. Ai. Al een tijdje niet meer volgens mij. Dus dat is niet best. Maar ja, het is bijna weekend. Dus dan heeft ze volop de tijd om haar huiswerk te maken. Oh! Oh, iemand wil Bershka's meesterwerk kopen. Voor hoeveel dan? Oké, okay, ik weet niet wie die tip meer heeft gegeven. Maar bedankt. Stop met schilderen. Verzend gelijk dat schilderij. €15.000. Oh. Snel. Dit kan toch niet? Hoezo heeft ze ineens 3 schilderijen ook? Ja, ik vind het goed hoor. Zet ze allemaal maar op Fopsy. Oh, ik raak helemaal in paniek. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet klikken. Ik kan dit niet geloven. Oké,
Bershka. Wacht, waarom ligt dit hier? Ga dit maar even weggooien. Oh, dat was snel. Dat had ik niet zo. Ga hier maar even zitten, want we gaan eens even je huis pimpen. We hebben... Wat is dit nou weer? Schilderijen op het raam, oké. Okay. Wow, ik ben gewoon een beetje in paniek of zo. De keuken gaat sowieso gepimpt worden. Dit kan allemaal in de inventaris. Hier twijfel ik nog over, maar ik zet gewoon even alles eerst in de inventaris voor het geval dat. Dan kan ik het altijd nog verkopen. We gaan het dus even gezellig maken hier. Het voelt alleen een beetje jammer dat je dan een huis aan het pimpen bent waar je geen huur voor vraagt. Maar ja, Zara en Bershka verdienen het ook om gewoon fijn te leven. Sowieso gaan we de slaapkamer nu afsluiten. Ik denk dat dit Bershka's slaapkamer wordt. En van de baby, dat het eerst nog samen is of zo. En dan krijgt Zara haar eigen kamer erbij. Doen we deze hier. En deze ook. Dit vind ik altijd wel een beetje gek eruit zien, dat die deur dan zo... Wacht, misschien doe ik de muur ietsjes verder naar achteren. Ja, dat ziet er gelijk al wat beter uit. Oh, ik vind dit echt heel leuk. Natuurlijk krijgen zij ook een visgraatvloer. Voor wat voor stijl gaan we? Ik wil eigenlijk, ik neig naar een beetje diezelfde stijl als boven. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje saai. Oh, deze. Van het moderne luxe pakket. Ja, dit vind ik ook wel echt bij ze passen hoor. Ja. Wordt het gelijk wel heel fancy van. En de keuken doen we ook even net wat luxer. Zo'n semi-smeg koelkast. Zoiets. En dan leuke bovenkastjes. Oh, dit verdienen ze echt. Ik vind die gele gordijntjes niet mooi. Oh, dit vind ik veel leuker. Dus dan moeten we die muur misschien een andere kleur doen. Zoiets. Dat is alweer beter. En dan een kraan. Oké, nou de keuken heeft een enorme upgrade. Ja, er komt natuurlijk een kind. Dus we moeten wel ook qua ruimte daar rekening mee houden. Dat we misschien een grotere eettafel, als dat past. Of zo hier misschien. Oh, dat is nog best oké eigenlijk. Nou ja, er moet toch ook een kinderstoel bij. Ja, dit is echt... Ik vind dat schilderij alleen niet meer mooi. Maar dat kan ik niet veranderen. Ik kan de lijst wel veranderen, dan matcht het wel weer, denk ik. Oh, ik voel nu al dat ik hier ook zou willen wonen. Ja, dit vloerkleed wil ik eigenlijk ook nog hier ergens kwijt, als dat lukt. Oké, een bank. Oh, of deze. Maar waar gaan we de tv neerzetten? Of hier een muurtje. Dat we daar de tv aan kunnen hangen. Zo, is dat... is wel een beetje gekkig, hè? Maar dan zou je wel ook nog een extra aanrecht hier kunnen neerzetten. Dat is op zich dan weer niet verkeerd. Dat is wel krap, maar dan hebben we wel ineens heel veel ruimte in de keuken. En helemaal als we met Zara toch nog verder willen in dat hele wafelgebeuren, is dat niet verkeerd. Dus... ik ga het denk ik wel zo laten. Het is misschien wat krap. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het knus is. Ik denk dat het wel een tv aan de wand moet worden. Die is gelijk wel veel geld. Maar goed. Ze verdienen het. Ze hebben er hard voor gewerkt. En uiteindelijk kunnen we dit huis toch weer verhuren. En dan krijgen we het geld er wel weer uit. Oh, we moeten nog zo'n voor kinderen zo'n kleedje... waar de baby dan op kan liggen. Altijd zo'n doorn in het oog. Maar het is wel praktisch. Oh, het is echt heel lelijk. Dit past echt totaal niet bij de aesthetics waarvoor we gaan. Maar goed, hè? Wat doe je eraan? Helemaal niks. Even mooie gordijnen voor de... misschien in het roze trouwens. Ja, ik vind dit wel super pretty. Oké, ik denk dat het leefgedeelte wel klaar is. Hier moet nog even een andere lijst om. Ja, moeten hier ook nog gordijnen eigenlijk wel, hè? Misschien die ene van... hier, deze.
Zo, dan moet de bank nog verder naar voren. Dat is eigenlijk niet wenselijk, maar goed. Gaan we naar Bershka's kamer. We doen even dezelfde vloeren overal. En Bershka is denk ik iets minder girly dan dat Sarah dat is. Dus ik denk bij haar dit behang. Ja, en dan moeten we voor de baby richten we hier een hoekje in. Hier de commode denk ik. Ja, dit wiegje is echt heel schattig. Hier zo het wiegje. Dan een mooi vloerkleed. Misschien wel gewoon deze. Ik weet ook nog niet wat het wordt natuurlijk. In mijn hoofd heb ik een jongetje, omdat dat een beetje bij de challenge hoort of zo. Of een meisje bedoel ik juist. Maar voor hetzelfde geld wordt het een jongetje deze keer. Nou, ik denk dat we toch maar... En dan kan ze hier misschien een mooi schilderij maken. Dat zou tof zijn. Dat ze dat dan voor haar kindje heeft geschilderd. Oh, en een schildersezel moet ook nog ergens. Bed hier. En dan het wiegje hier. En dan het schilderij hier. Ja, daar misschien. En dan in de hoek een lekkere... comfortabele stoel, als dat nog past. En dan kan hierboven ook nog een schilderij. Of de boekjes hier. Zo. Boven het bed nog een schilderij. Zoiets. Oké. Nou, dit is toch wel heel leuk. En dan kan ze hier nog een schilderij voor maken. Dan, Sarah's kamer. Die mag wel heel girly, wat mij betreft. Een echte tienerkamer. Ik weet eigenlijk niet hoe lang ze nog tiener is. Maar dat terzijde. Zo. En een nieuw bed. Eentje die wat lekkerder slaapt. Ja. Nachtkastje. En een vloerkleed. Sarah wil wel een kledingkast. Schat ik zo in. Ik vind deze zo mooi. Ja, ze moeten eigenlijk ook een bureau hebben, hè, waar ze aan kan werken. En dan een bureaustoel. Oké, dit staat een beetje gek. Misschien moet die kast hier en het bureau hier. En dan het nachtkastje weg. En dan hier nog iets van een bankje of zo. Of een stoel misschien, want we hebben niet heel veel ruimte. Nog gordijnen. Heel girly. Zo. Het kleed misschien hier. Nee. We hebben volgens mij nog zo'n schapenvachtje. Dat vind ik meer iets voor Sarah. En een computer. Gewoon een iMac natuurlijk. Oh, dat kost wel veel geld. Oeps. Oh ja, ik moet deze kamer nog wel even bij de ruimte betrekken. Ja, nu klopt het volgens mij. Ja, er moet nog wel wat aan de muren. Even leuke postertjes. Oh, deze vind ik ook altijd zo mooi. Zo, en dan hierboven nog iets. Ja, te cute. Oké. Ik denk dat haar kamer zo ook wel klaar is. Oké, ik heb de badkamer ook even iets gepimpt. Deze moet dus ooit nog met goed sanitair vervangen worden. En ik heb overal lampen opgehangen. En nu is het eindelijk klaar. Ik ben hier echt veel te lang mee bezig geweest. Sarah en Bershka hebben nu echt een ziek huis. Al zeg ik het zelf. Het ziet er echt heel goed uit. De keuken is wat krap. Maar goed. Dat geeft niet. De rest is best wel... Het woongedeelte is best wel ruim op zich. Sarah heeft lekker haar eigen kamertje wel verdiend. En Bershka en de baby ook. Dus ja, ik ben er super blij mee. Ik denk dat we voor nu hier nog wel een tijdje wonen. En nog veel meer schilderijen op Fopsy gaan zetten. En dan als we echt op een gegeven moment super veel geld hebben, doen we nog één keer een optimalisatie op dit hele complex. Dat even de tv's allemaal luxe zijn. Dat het sanitair goed vervangen is. Dat er heel veel decoratie is wat wat duurder is. En dan uiteindelijk gaan we dit appartementencomplex verlaten. Laten we even kijken of er inmiddels al mensen zijn die de huur willen betalen. Oh nee, het zijn nog steeds diezelfde. Nou, dat is dus nog een dingetje voor de volgende keer. Maar we hebben 250 simoleons per dag wat er binnenkomt en de belasting is 150. Dus niet super veel winst. Aan de andere kant, als straks het andere appartement ook gevuld is met mensen die in ieder geval een beetje willen betalen, dan
kan het heel hard gaan. Nou, zoals je ziet is Bershka al een heel eind op weg in haar zwangerschap. En met Sarah gaat het gewoon heel goed eigenlijk. Wanneer wordt zij volwassene? Over 8 dagen, dus dat duurt ook niet al te lang meer. En ja, als zij eenmaal volwassene is, wil je natuurlijk ook... Ja, misschien kunnen ze dan wel samen op 1 kavel wonen, maar dan in aparte huizen. Dat zou ook nog kunnen. Nou, dat is allemaal voor in de toekomst. Maar ik ga het hier in ieder geval even bij laten. En dan wil ik jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar deze aflevering van The Sims 4 te huur tot de duur. Ik hoop dat jullie het leuk vonden natuurlijk. En ja, ik ben dus echt wel serieus bezig om de challenge nog leuker te maken. Door er ook iets meer verhaallijn in aan te brengen, maar ook door het iets meer af te wisselen, minder doorspoelen. Ja, ik probeer jullie feedback echt allemaal gewoon mee te nemen. Maar ja, ik moet daar ook nog steeds in leren, dus... Ja, blijf vooral komen met goede optimalisatiepunten, want ik leer er heel veel van. Ja, zoals altijd, heel erg bedankt voor het kijken. En ja, mocht je nog niet geabonneerd zijn, ik zou het echt heel erg waarderen als je dat nog even doet. En ja, ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei doei!